Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat een flink deel van het land heeft te maken met zonnig weer. Er drijven wat hoge wolkensluis over. En met name in het noordoosten en oosten van het land zijn ook wat stapelwolken ontstaan, al zijn die nu al langzaam weer aan het verdwijnen. Over het algemeen dus zonnige condities en droog bij temperaturen tussen de 21 en 25 graden. Vanavond blijft het ook nog lange tijd warm. Temperaturen rond een graad of 21, zo halverwege de avond. Verder flink veel zonneschijn, wat hoge wolkensluis, maar dus overal droog. Komende nacht ook overwegend heldere condities, misschien lokaal een enkel mistbankje of wat nevel, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. Minima komen uit rond 12 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen waait er in eerste instantie een zwak of matige zuidwestenwind, en daarbij schijnt de zon eerst flink. Later ontstaan er ook wat stapelwolken. Maar de wind gaat in de loop van de dag draaien naar het noordwesten en dan stroomt er koelere lucht vanaf zee binnen. Met name in de kustprovincies kan de temperatuur dan gevoelig een paar graden dalen. Voordat het zover is, daalt het, stijgt de temperatuur in eerste instantie nog wel naar zo'n 20 tot 24 graden. Later in de kustprovincies een graad of 18. En verder landinwaarts nog zo'n 20 tot lokaal langs de oostgrens 25 graden. Dan de dagen daarna. Het wordt eigenlijk in de loop van de week steeds mooier weer. Op woensdag met een matige noordwestwind, een graad of 22, maar wel flink veel zonneschijn. Vanaf hemelvaartsdag donderdag dan is het echt volop zonnig. We zien nauwelijks bewolking nog aan de hemel. En ja, de wind die draait langzaam via de noord naar de oost. En dan wordt steeds warmere lucht aangevoerd op donderdag een graad of 24 en vrijdag 24 tot 27 graden. En daar houdt het niet bij op, want in het weekeinde, als we naar de 15 dagen gaan kijken, zien we nog hogere temperaturen eruit komen die zelfs richting de 30 graden gaan op sommige plaatsen. Hoe warm het precies gaat worden, dat moet de komende dagen nog even duidelijk worden, maar dat het in ieder geval zomersfeer wordt, dat is wel zeker. Na het weekende zien we dat geleidelijk aan de temperatuur weer een wat dalende tendens gaat vertonen. Hoort ook wel een beetje bij de lange termijn, dan is het altijd onzeker. Maar dat het waarschijnlijk wel iets minder warm gaat worden en mogelijk ook wat wisselvalliger, dat lijkt wel zeker. Als we namelijk naar de neerslagkansen kijken, dan zien we ook heel langzaam na het weekeinde dat er af en toe eens een bui kan vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar het zorgt er toch voor dat het iets minder vrij wordt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.